Jongens, welkom in Amsterdam. Ja. Uiteindelijk toch nog bezoeken wij de hoofdstad. Nou. Ja, ik heb het 7-series tegen weten te houden. Omdat ik een ongekende, gruwelijke pesthekel aan Amsterdam heb. Ik vind nog steeds, als ik dan hier ben op die Dam, dan denk ik bij mezelf, gruwelijk. Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. Kijk, die kinderen zijn compleet hysterisch. Ja, maar we gaan hele leuke dingen doen, toch? We laten juist zien dat je in Amsterdam ook hele leuke dingen kunt doen. Juist. Dat je niet naar het cliché van Amsterdam moet gaan kijken, maar naar originele dingen. Hier zijn de Van Rossums in Amsterdam. Verwacht geen Rijksmuseum, Anne Frankhuis of een tochtje met de rondvaartboot. De Van Rossums zouden de Van Rossums niet zijn als ze niet op volstrekt eigen wijze op zoek gaan naar alternatieve bestemmingen. In de 17e eeuw ontwikkelt Amsterdam zich tot de voornaamste stad van het land. Om dit te duiden ontkomt het drietal er niet aan om op de Dam te beginnen. Zijn er nou toch... Mag ik nog eens zeggen wat een ongekend lelijk monument ik het vind? Ik ook. Mag ik ook nog eens vragen aan onze overheid om het monument op te ruimen en te vervangen door een bescheiden en aan de sentimenten refererend monument? Haal het monument weg. Nee. Wel joh, kom op. Vreselijk ding. Maar aan de overkant van het verfoeide monument is toch iets fraais te bewonderen. Het voormalige stadhuis, ingewijd in 1655, is het pronkstuk van Amsterdam in een tijd dat handel over de wereldzeeën de stad steenrijk maakt. De centrale hal was toentertijd voor iedereen toegankelijk. En ook nu is de burgerzaal open voor publiek. Dit was natuurlijk het stadhuis van op dat moment de rijkste stad van de wereld. Je ziet ook niet waar dat hier in de ruimste zin van het woord is uitgepakt om de burgerij en de rest van de wereld zoveel mogelijk te beïndrukken. Het was natuurlijk op dat moment ook de allerbelangrijkste handelsstad van de wereld. Dus zijn hier op de grond kaarten aangebracht. Ja, dat is leuk hoor. Om duidelijk te maken, nietwaar, dat Amsterdam ook het centrum van de wereld was. Het leuke is dat ik hier dus nooit geweest ben. Maar ik moet zeggen dat ik dus die kwaliteit van die beelden heel goed vind. Ja, het is mooi, dat is niet zomaar een prutsertje die daar aan het werk is, duidelijk. Ik had het in mijn herinnering als een van de meest monumentale binnenruimtes van Europa die ik ken. Maar jij was er wel eens in geweest. Ja, ik was er wel eerder geweest. Dit is bijna van Romeinse allure. Ja, daar kan ik mij in vinden. Ik heb natuurlijk niet verteld wie het ontworpen heeft. Ah. Van Kampen. Ja, dat wist ik. En niet alleen heeft Van Kampen het ontworpen, maar hij heeft vervolgens enorme ruzie gekregen met de Amsterdamse bestuurders. En heeft zijn handen ervan afgetrokken, is vertrokken en heeft de voltooiing van het gebouw nooit meegemaakt. Maar ik wil ook nog wel even vertellen dat vooral de laatste tijd in de media de indruk is gewekt dat dit allemaal het product was van de slavernij en van de meest misdadige praktijken. Maar dat is dus niet zo. En de rijkdom van de Republiek in de 17e eeuw was gebaseerd op de Oostzeehandel, niet op de slavernij. Goed zo. Als er al sprake was van verdienen aan de slavernij, is dat vooral de 18e eeuw. Er wordt ook wel gezegd dat is de kurk waarop de economie van de Republiek dreef. Nou, het was 5-6% van bruto product. Dus we moeten dat niet overdrijven. Waarmee ik overigens niet wil wegpoetsen dat Jan Pieterszoon Koen in de Oost verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Het was ook geen... Het was geen theetuin daar, zoveel is wel duidelijk. Het stadhuis is op een goed moment natuurlijk veranderd in een koninklijk paleis. In allerlei opzichten een rampzalige gebeurtenis. Al heb ik ook wel bij mezelf bedacht, als het stadhuis was gebleven, zou het dan niet in de jaren 50 helemaal volgetimmerd zijn met gaatjes boren. Gaatjes. Voor de telefoonleiding. En bordjes en zo. Oh, dus het Dan liever Beatrix. Nou ja, dan liever Beatrix. Zegt mijn broer, een notoire anti-royalist. Dus dan voel je wel dat de architectuur van dit paleis hem in hoge mate ter harte gaat.
het stadhuis wordt paleis en dat is het gevolg van de Franse bezetting. Lodewijk Napoleon die vindt het het enige interessante gebouw van Nederland en daar wil hij wel een paleis van maken. En zo is het gebleven tot in de jaren 30 van de vorige eeuw. Pas toen is het paleis overgedragen aan de overheid. Ja. En deze burgerzaal, moet ik er even bij zeggen, daar worden staatsdiners gehouden. En dan zitten hier al die gekroonde hoofden en zo. En dan moet ik toch zeggen, dat hoort hier niet te gebeuren. Het is juist zo uniek dat het gebouwd is door een gemeente in een republiek. Niet door mensen van adel of mensen van koninklijke bloed of whatever. En daarom is het toch een godspe, niet waar, dat dit een koninklijk paleis is geworden. Ik moet echt even nu naar de wc. Ja, het is toevallig, maar ja. Nee, maar kijk, als je langdurig naar mij luistert, dan begint er een ingewikkeld chemisch proces. Eerst gaat het borrelen. Maar ik mag nu even weg? Ja, van mij mag je weg. Oké. Het verhaal zit erop, dus. Ja? Ja, ik heb mijn boodschap wel gebracht. Goed. De fameuze grachtengordel ontstaat in de 17e eeuw om onderdak te bieden aan kooplieden en regenten die willen delen in de Amsterdamse voorspoed. Als medeoprichter van de VOC speelt de familie van Loon een belangrijke rol. Nazaten kopen aan de Keizersgracht een enorm pand dat nu dienst doet als museum. Het Van Loon Museum bewaart de objecten die in 5 eeuwen door de familie bijeen zijn gebracht. Hiermee ademt het huis de sfeer van de rijkdom die de stad te bieden had. Er is een verschrikkelijk leuk schilderij wat we nu gaan bekijken. Dat is gemaakt door Jan Mienze Molenaar. Waar kennen we die ook weer van? Ja, die ken je. Dat is een hele beroemde 17e-eeuwse schilder. En die was getrouwd met Judith Leister. Dat is het hem. Ja, ja, precies. Goed zo, Maarten. Die schilderde ook. Zij is tegenwoordig beroemder dan haar man. Ja, precies. Zullen we daarna gaan kijken? Ah, dat is wel een fijn werkje. Ja, kijk hoe hij dat geschilderd heeft, jongen. Onvoorstelbaar, toch? Waar we naar kijken is een huwelijksportret van de familie van de Van Loontjes. Dat is Willem van Loon en Margaretha van Loon. Die zitten hier. Dat is een huwelijk. En als je goed kijkt, dan zal je meteen zeggen... Gut zeg, wat modern. Ze heeft een kind aan de hand. Dat is nou toch ook gek? Of is het haar zuster? Nee, luister goed. Wat je hier ziet is zijn tweede huwelijk. En het kind, Jan, is dus het kind uit zijn eerste huwelijk. Ik vind ook die hond toch wel... Ik ook, erg leuk. Erg leuk. Die hond zit er toch bij van, kijk mij eens. Ja, precies. Hè? Kijk mij eens als hond. Natuurlijk wordt onmiddellijk gezegd, ja, dat heeft te maken met trouw. Ik vraag het me af, honden komen op al die schilderijen voor. Kan best over trouw gaan. Ook in de kerk zijn altijd honden. Precies. En dan is er ook nog een verhaal dat die gevallen stoel... wat dat te maken heeft met Willem zijn broer, Hans... die aan de pest is overleden bij het beleg van Maastricht... tijdens de 80-jarige oorlog. Die omgevallen stoel, een teken dat hij toch aanwezig is, zal ik maar zeggen. Ja, je ziet dat daar een bandje zit. Ja, er staat een orkestje... En dan de iconologen, maar volgens mij zijn het schijn-iconologen. Die zeggen dan dat dat te maken heeft met harmonie. Nou, volgens mij is dat die reinst. Dat geloof ik ook niet. Ze hebben gewoon een lekker muziekje gespeeld. Ja, natuurlijk. Kijk ook naar die enige mode, jongen, met die laarzen. Ja. Zie je dan hier? Ik vind het geweldig werk. Wat een kleding, joh. Als je dan ons ziet... Al van gewicht dat Amsterdam bezit, dient met hand en tand verdedigd te worden tegen mogelijke indringers. Jullie hebben natuurlijk wel gemerkt dat we een autoritje hebben gemaakt. Ja. En dat is een autoritje van ongeveer 15 kilometer. En wat is nu het geval? Dat om Amsterdam heen ligt een enorm verdedigingswerk. Dat heet de Stelling van Amsterdam. Het zijn 42 forten bij elkaar. Het is 135 kilometer lang. Ze zijn daar in 1880 mee begonnen, dat ding te bouwen. Toen hij klaar was, was hij ook overbodig, want achterhaald door militaire ontwikkelingen, met name in het geschut. En nieuwe granaten, zal ik maar zeggen.
waarmee je die fortuinbarrels kon schieten. Ja. Die stelling, daar trekken we ons terug als het echt menens wordt. Ja, dat was het idee, dat je dat kon het 6 maanden volhouden. Ja, en dan komt er een bevriende partij, die komt je redden. De kern van dat hele gebied, want dat was dus eigenlijk Nederland, wat de rest van Nederland deed daar verder niet toe. Nee, dat is te begrijpen. Hè? Dat kon dus aan de vijand worden weggegeven. Dit is Nichtevecht. Die is van 1892, althans toen zijn ze begonnen met bouwen. Het fort is 1 keer gemobiliseerd in 1914. En dat heeft toen een tijdje geduurd. En na een aantal maanden begon wel duidelijk te worden dat de Duitsers geen grote haast hadden om ook Nederland aan te vallen. Dus toen mochten de soldaten langzamerhand mochten ze op verlof en zo. De hele stelling bestaat nog. Dat is overigens wel het leuke van forten. Op die manier hebben namelijk heel veel forten in Nederland het allemaal overleefd. Het is namelijk verschrikkelijk veel werk om het af te breken. Het is intussen ook een UNESCO-monument. Dit heeft nog tijdenlang is het gebruikt door het ministerie van Defensie voor opslag van munitie en nou ja, allemaal van dat soort bijzaken. Op een gegeven moment is het ook nog in gebruik geweest bij financiën of zo. In ieder geval, daar heeft het de bijnaam het knakerfort aan te danken. Want het verhaal ging dat hier dus muntgeld bewaard werd. Oh. Nu zijn het natuurmonumenten. Dus deze is ook eigendom van natuurmonumenten. Abcoude volgens mij ook. Abcoude is nog net iets romantischer dan deze. Maar deze is ook erg romantisch. Dat hebben jullie toch wel. Heerlijk stil. Het is een leuk ritje naartoe en zo. Ja, vooral naar dat Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk zo'n stad waar iedereen eigenlijk een beetje naar dezelfde dingen gaat. Kan ik jullie vertellen. En ik weet dat ook van mijn studenten, want die moesten verplicht naar een x-aantal musea. Waaronder Amsterdam. Nou, je kan al raden wat zij natuurlijk kozen. Het Van Gogh. Nee, was dat maar waar. Het Stedelijk. Nee, was dat maar waar. Oh. Het Seksmuseum. De keuze van de Van Rossums valt op het Aller Pierson. Een museum met een van de belangrijkste erfgoedcollecties in Europa. Als een reis door 10.000 jaar cultuurgeschiedenis. Ik kwam uit op dit beeldje in deze immense collectie. Het is gemaakt in 300 voor Christus. Het is Grieks en het is terracotta, dus van aardewerk gemaakt. Ze zijn dus gevonden in graven en in tempels. Het is een Ephidrismos beeldje. Dat betekent dat er een spel was in die tijd. Er werd een steen neergezet. En daar moest je naar gooien, met een steen of met een bal. En dan had je een winnaar en een verliezer natuurlijk. Want degene die dichtst bij die steen kwam, dat was de winnaar. En de winnaar mocht op de rug zitten van de verliezer. Maar dan komt deel 2. Dan werden dus de ogen geblendeerd. En dan moest hij gedirigeerd worden naar het doel. En dat moest met de voet worden aangeraakt. Oh. Dat is het spel. Maar je ziet heel veel verschillende versies. Ik zag bijvoorbeeld een ander Ephidrismos beeldje... waar het meisje op de rug de borsten van het lopende meisje vasthoudt. Dan heb ik nog een versie gezien... waar het meisje wat op die rug zit een bal in haar hand heeft. Het is een enorm elegant leuk ding. Ongelooflijk leuk. Kijk, het leuke van zoiets vind ik nou, daarom heb ik het ook gekozen, dat het allemaal eigenlijk niet echt bekend is. Je komt net uit het seksmuseum. Ja, precies. Wat zouden die meisjes nou? Van, heeft u nog vragen, Vincent? Of heb je niet geluisterd? Wel, ben je diep onder de indruk? Fijn, die indruk maakt hij op mij al. Gedogen, een term die Amsterdam op velerlei gebied past. Denk maar nu vooral aan het drugsbeleid. In de 16e en 17e eeuw slaat het op religie. Een ogenschijnlijk gewoon woonhuis op de Wallen heeft vanaf 1661 iets te verbergen op een zolder. Wij bevinden ons in het museum Onze Lieve Heer op zolder. Zolder met een S gespeld overigens. 20% van de Amsterdamse bevolking was gewoon Rooms-Katholiek. Maar die konden niet meer ter kerk, hè? Om de eenvoudige reden dat vanaf 1578 waren de protestanten de baas.
Je mocht niet in het openbaar een Rooms-Katholieke eredienst houden. Dat mocht alleen privé. Dus in een soort huisomgeving. Op een goed moment koopt een rijke man, die Rooms-Katholiek was, dat is natuurlijk een belangrijk aspect van de zaak, die koopt in feite 3 panden. En wat zie je hier op deze 3 bovenste verdiepingen? Zie je in feite een kerk. Dit is een kerk, dus dit is de hoofdzaal van de kerk. Ja. En hier heb je van die gaanderijen. Daar kon je dan zitten of staan en daar kon je de mis bijwonen. Je ging dus niet door de voordeur. Je ging in de steeg door een deurtje en dan de trap omhoog naar de kerk. Leuk, toch? Ja. Ja, ik ga nu naar boven toe. Ja, met je pijnlijke knie. Met mijn pijnlijke knie, ja. Dat is, je kunt dus rustig spreken van een offer van aanzienlijke betekenis. Daar ben je een half uur mee bezig met naar boven gaan. Want ik ga heel traag. Ja. En jullie beiden gaan niet mee in verband met algehele krakkemikkigheid. Maar ik denk wel dat de mensen in die tijd of al dood waren op onze leeftijd, of inderdaad nog veel krakkemikkiger en helemaal sowieso hier niet zouden kunnen komen. Interessante observatie. Ja, het valt toch niet mee. Sterker nog, het valt mij eigenlijk wel mee. Juist. Ach, het is wel leuk is dit, hè? En eigenlijk is het een verrassend ruime kerk. En je ziet ook dat die 3 verdiepingen gebruikt worden, waardoor mensen op die bovengaande rijen en daar nog een keer boven de mis, de dienst ook bij konden wonen. De kerk wordt nog steeds gebruikt, dus hij is niet ontwijd, zoals dat heet. Er zijn bij regelmatig diensten hier. Het is een museum tegelijkertijd. Het eerst begreep ik het op 1 na oudste museum van de stad Amsterdam. Het oudste is het Rijksmuseum. Dat is natuurlijk wel weer passend. Wat hier natuurlijk allemaal achter steekt, is dat wonderlijke beleid ten aanzien van de godsdienstuitoefeningen in de Nederlandse Republiek. Want in feite was er een soort staatskerk die in feite de anderen niet duldde. Dat gold voor de Rooms-Katholieken, voor de Lutheranen, voor de dopers, voor alle mogelijke richtingen die je had. Die moesten wel elk jaar wat betalen aan het gemeentebestuur voor het voorrecht, nou ja, laten we toch maar zeggen, gedoogd te worden, want daar kwam het op neer. Aan het einde van de 19e eeuw is in Amsterdam dringend behoefte aan woningen voor arbeiders die werkzaam zijn in de nieuwe havens. Als gevolg van de woningwet van 1901 krijgen woningbouwverenigingen de ruimte om met overheidssteun goede en betaalbare huizen te bouwen. Het leidt tot de bouw in 1921 van een zeer markant wooncomplex in de Sparendammerbuurt. Jongens, we staan hier naar een raar gebouwtje te kijken. Bouwtje? En het is eigenlijk een heel bouwblok namelijk. Nou. En waar we nu in het bijzonder even op moeten letten, dat is natuurlijk de wonderbaarlijke detaillering van het gebouw. Het heet de Amsterdamse school, tussen haakjes. En de naam zegt het al, omdat het in Amsterdam is uitgevonden. Door een Amsterdamse architect, namelijk Michel de Klerk. Hij had dus een rijke fantasie, dat kun je wel zien. Joods. En dat heeft ook wel problemen gegeven. Deze wonderlijke architectuur, ja, vind ik wel, ja. Die duur is natuurlijk. Daar werd ook in de gemeenteraad werd daarover gemopperd. Van zeg, wat is dit? Dat gaan wij toch geen geld aan uitgeven, arbeiderswoningen. Maar die woningdienst die zag wel dat voor de toekomst van de massawoningbouw, dat die de Klerk belangrijk was. Dat wat die man kon, dat een voorbeeld zou zijn. Ja, dat het, en alle wijken die gebouwd zijn tussen 1920 en 1940, dat is allemaal Amsterdamse school. Wat is nou de essentie van de Amsterdamse school? De ladderramen bijvoorbeeld is beroemd. Het ingewikkelde metselwerk, hè? Jullie zien die balkons. En hij staat natuurlijk op een soort plint, het gebouw. Ja. Dat is een soort donkere steen. En ook dat verticale verband, dat zien jullie natuurlijk ook wel. Normaal ligt een baksteen gewoon plat en deze staan rechtop. Ja, het wonderlijke torentje, dat is gewoon pure decoratie. In volkshuisvestelijke termen is dat geldverspilling. Maar het is natuurlijk toch wel leuk. Ja, dat is een heel leuk torentje. Het maakt het toch ook heel gevarieerd. Ja. Het zogenoemde arbeiderspaleis
is de Amsterdamse school in optima forma. Het staat bekend onder de naam Het Schip. Architecten van over heel de wereld bezoeken het museum en de modelwoning om kennis te nemen van dit unieke, expressionistische woonblok. Daarbij wordt het bijbehorende postkantoor niet overgeslagen. Wij kwamen hier binnen en wij zeiden tegen elkaar... Wat leuk. Wat een fantastische ruimte. Ja, dat vind ik ook. Wat een schitterende kleur. Nou, ook weer zulke enorm leuke details overal. Hier is ook een telefooncel. Wat ze deden, dat je op een of andere manier met kaartjes regelde je... met iemand anders in een ander postkantoor. We gaan bellen. Wij zijn dus nu gewend om gewoon te telefoneren over de meest gênante zaken. Over niks. Over niks. Mensen zitten in een treincoupé hun huwelijk te bespreken. Maar in die tijd is het goed geïsoleerd. Hè? Oh, leuk, hè? Kijk, oh. Er bestond nog zoiets als privacy. Ja. Nu heeft alleen de psychiater nog zo'n dubbele deur. Goed, we staan hier in de Jordaan. Vroeger een van de armste buurten van Amsterdam. En wij betreden zo meteen het Theo Thijssen Museum. Wat je daar ziet, je kan op die gevelsteen. Maarten, doe jij even met je lezenogen. Ja, in dit huis werd geboren Theo Thijssen, schrijver van Kees de Jonge. 1879, 1943. Theo Thijssen was een onderwijzer, schrijver, politicus. Hier is hij dus geboren en daar woonden nog eens 7 andere gezinnen. Om maar eventjes aan te geven hoe men vroeger woonde, hè? Wel andere koek dan nu alle juppen die hier voor tonnen panden kopen en laten renoveren. Zo, want je keek wel uit deze armoeige klotenstraat. Ja? Keek je wel op de Westertoren, hè? De hele dag daar gebeien van die klerenklot. Heerlijk. Hè? Thuis hebben ze het bij Theo Thijssen niet breed. De situatie verslechtert als vader vroegtijdig overlijdt. Moeder blijft achter met 6 kinderen. Dankzij een rijksbeurs voor zeer knappe leerlingen... en de opofferingsgezindheid van zijn moeder... kan Theo doorleren voor onderwijzer. Een van mijn grote lievelingsboeken is Kees de Jonge. Geschreven in 1923... Hier werk ik me nog steeds huilend doorheen. Ja, het is een ontroerend boek. Het is fantastisch. Het boek gaat dus over een jongetje die in de Jordaan woont. Nou ja, in hoeverre is het autobiografisch? Hij heeft het zelf altijd ontkend, Theo Thijssen. En het knappe van dit boek vind ik dat Theo Thijssen in staat is... om de fantasiewereld, met name van Kees de Jonge, te verwoorden. Dus het is alsof je bijna dat kind zelf bent... Dat zijn fantasieën van een arm kind. Een van de beroemdste dingen in dit boek is de zogenaamde zwembadpas. Dat kan ik zonder dat ik plotseling erg emotioneel word voorlezen. In deze dagen aanbad Kees een vriendje dat in de gymnastiekvereniging was. Het vriendje bracht van de gymnastiekvereniging een bijzondere, rare manier van lopen mee. Als hij eens goed opschieten wou, moest je voorover gaan lopen, net alsof je telkens viel, en dan maar met je armen zwaaien, heen en weer. Voor Kees was de zwembadpas een geluk in het leven. Eens ging Kees met zijn moeder mee, een boodschap. Kees nam de zwembadpas. Hij sprak geen woord en hij genoot in stilte. Al heftiger zwaaiend met zijn armen. Iedereen zou zeker denken, kijk, dat is vast een jongen van een gymnastiekvereniging. Opeens bleef zijn moeder staan. Wat mankeert jou? Kan je nou de enige keer dat je met me mee op de weg loopt je fatsoen niet houden? Oh, dat zijn moeder nou liep te mopperen over de zwembadpas. Daar begreep hij helemaal niets van. Ja, ik heb niks met Theo Thijssen. Mijn schoonvader was dol op Kees de Jonge. Maar niet op mij. En ik ook niet op hem. Ja? Wij kunnen ook proberen in een zwembad van de straat te verlaten. Ja, door een ramp. Ja. Nou, dat wordt niks, Maarten. Dat zou ik niet doen.
is de Vijzelstraat. De Vijzelstraat was een hele leuke, typisch Amsterdamse straat met van die oude winkelpanden. Daar hebben ze dus één kant helemaal van afgebroken en dat vervangen door een aantal hele grote gebouwen. Het gebouw vlak achter onze rug, daar gaat het over. Oh ja? En dat, ja, dus hier, daar, ja, die klont, oh. Ja. Dit was een van de eerste gebouwen, 1926. Dit is het gebouw van de handelsmaatschappij. Tijdens de bouw wou de opdrachtgever ineens 3 extra verdiepingen erop. Oh. Daar is na lange ruzie maken aan toegegeven. Als beloning voor het toestemming geven voor die extra verdiepingen heeft de directeur van de handelsmaatschappij dat huis daar aan de stad geschonken. En vooral de toenmalige burgemeester, meneer De Vlucht, die vond het ontzettend deftig om daarin te mogen wonen. Oh. Ze woont daar nu ook, de burgemeester? Ja, hoor, ze woont daar. Oh ja, dat mens? Ja. Het kolossale pand aan de Vijzelstraat is lange tijd het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij. De onderneming is niets minder dan de opvolger van de welbekende VOC en voorloper van de ABN AMRO Bank. Het speelt decennia lang een cruciale rol in de Nederlandse economie, waarvan de koloniale praktijken zijn aangeklaagd door Multatuli in het boek Max Havelaar. De Nederlandse Handelmaatschappij is een initiatief van koning Willem I. Wat bovenal moest worden hersteld was natuurlijk onze koloniale handel. En daarom richt hij in 1824 die Nederlandse Handelmaatschappij. Richt hij op. Aanvankelijk gaat dat helemaal niet zo verschrikkelijk goed, want die handelmaatschappij had allerlei ambities. Die wou ook met Mexico handelen en ja, daar kwam eigenlijk niet zoveel van terecht. Vervolgens ontstaat in Indië het zogenaamde cultuurstelsel. Kleine agrariërs in de Indische archipel moesten 20% van hun grond ter beschikking stellen voor de teelt die door de Nederlanders werd voorgeschreven. Daar is ook uitgebreid tegen geprotesteerd. Maar de Nederlandse handelmaatschappij is eigenlijk vrijwel onmiddellijk winstgevend geworden. Oh ja. Dat schandelijke koloniale verhaal. Ja, en stap voor stap ontwikkelt eigenlijk die handelmaatschappij veel meer bankaire activiteiten. Dus ze gaan investeren in industriële ondernemingen. En dat is een proces wat eigenlijk in de 20e eeuw wordt voortgezet. En dan beginnen ze aan de snelle uitbouw van een bankennetwerk, hoe moet je dat zeggen, verschillende vestigingen in Nederland. In 1964 fuseert de Nederlandse Handelmaatschappij met de Twentse Bank. En die vormen samen de ABN, Algemene Bank Nederland. En tenslotte fuseert de ABN met een andere fusie, namelijk de Amsterdamse Bank fuseert met de Rotterdamse Bank tot de AMRO Bank. En in 1991 fuseren ze allemaal tot de ABN AMRO Bank. Ja, het is nu een vergaderzaal, dat is wel leuk voor de kijkers ook. Die kun je huren voor bruiloften en partijen. Ah, eindelijk kan ik eindelijk trouwen. Ja. Niet een goed idee. Nou ja, je weet dat ik er nog steeds op reken dat ik de eerste getuige ben. Hè? Oh ja. Amsterdam heeft zeker ook na de Tweede Wereldoorlog behoefte aan woonruimte. Stedenbouwkundige Cornelis van Eester smeet al in 1934 een plan om de stad uit te breiden in westelijke en zuidelijke richting. Vanaf de jaren 50 ziet Van Eester zijn ideeën gerealiseerd. Oké, jongens. Even in het kort. Dit is het algemeen uitbreidingsplan. Wat je ziet op de kaart, het zwarte deel, dat is de bestaande stad. En dat rode, dat zijn de uitbreidingswijken. En we zijn nu hier in Slotermeer. Dat is Geuzeveld. Dit is Overtoomseveld. En dit is Osdorp. Als je nou naar links kijkt, of als jullie recht vooruit kijken, dan zie je de maquette van het algemeen uitbreidingsplan. Het probleem was dus dat die oude stad, dat is in principe allemaal de gesloten bouwblokken. Dat zijn dus woningen die in een vierkant zijn gebouwd. Ja, daar is Noord natuurlijk. Dat die woningen aan die kant van het bouwblok heel donker zijn. En vooral als je op de begane grond woont, is dat eigenlijk, zijn eigenlijk onbewoonbare woningen. Het plan was dus dat je dus van die gesloten bouwblokken overging op open bebouwing. Dat noemden die architecten toen strokenbouw.
Het zijn open stroken. Het wordt ook veel beter door lucht. He? Onder het adagium licht, lucht en ruimte zijn zelfstandige wijken opgezet met ieder hun eigen winkels, scholen, kerken en veel groen. Tijd om met reisleider Vincent met eigen ogen te bekijken hoe het inmiddels beschermde stadsgezicht van Slotermeer eruit ziet. Het is natuurlijk veel leuker om hier nog urenlang onder mijn leiding rond te wandelen. Maar ik begrijp dat gezien onze leeftijd gaat dat helaas niet meer gebeuren. Nee. Dus we kiezen één plek uit om een indruk te geven van hoe zo'n beetje dat algemeen uitbreidingsplan eruit ziet. Jullie zien wel dat hier dus monumentale bomen staan. Daar aan de overkant zien jullie verscholen in het groen een paar villaatjes staan. Was een idee van mengen. En achter jullie rug zien jullie een woningtype. Dat zijn twee woningen boven elkaar. Dit is allemaal sociale huur. Allemaal sociale huur. Ja, ik vind het vrij arme tierenhuisjes. Maar ik vind de omgeving prachtig. Ja, precies. Dat maakt het geweldig. Zonder meer. Ja, joh, als je het groen wegdenkt, is het armoeig. Dat zei Van Eesteren ook altijd zelf. De woningen zijn heel klein, maar de buitenruimte is groot. Want er was dan kritiek hierop dat het hier namelijk saai zou zijn. Oh, nou, maar zei Van Eesteren, ja, dat is net de bedoeling. Daar kun je dus rustig wonen, daar kun je goed slapen 's nachts. Je kinderen kunnen buiten spelen. Ja. Dat is... En zei hij dan, als je dus reuring wil, dan ga je maar naar de binnenstad. Zo is het. Ja, er zijn vrij serieuze plannen om dit dus allemaal af te breken. Oh. Ja, en te vervangen. Oh. Het probleem is natuurlijk dat die dichtheid is heel laag. Dan willen ze dit dus vervangen door iets met 6 lagen. Ja, natuurlijk, want het is veel goedkoper. Ja, maar dan kun je meer woningen. Ja, meer natuurlijk. Woningen. Natuurlijk. Oh, is dat ook, betekent dat ook dat het groen ook deels verdwijnt? Ja, grotendeels. Dan verdwijnt dus de enige attractie van deze buurt. In Amsterdam-West, aan de oever van de Sloterplas, vatte de Van Rossums zijn bezoek aan de hoofdstad samen. Ik hoop dat we toch geslaagd zijn in de opzet van deze aflevering over Amsterdam. Namelijk om Amsterdam te laten zien vanuit een andere invalshoek. Wat ik echt zoals dat tegenwoordig heet, een toppertje vond. Oh, dat postkantoortje. Ja, het postkantoortje, dat was geweldig. Wat een ontzettend leuk ding is dat, zeg. Hoe heette dat nou waar we net waren met dat heerlijke groen? Is dat... Slotermeer. Slotermeer. Blijkbaar zijn er dus ook plekken in Amsterdam die gewoon heel erg prettig zijn. En als je hier zit, dan denk je, ja, dat is ook Amsterdam. Hè? Vincent, ik heb je al deze dagen, deze 2 dagen horen zeggen... Oh, wat ben ik blij dat ik hier niet meer woon. Ja, mijn probleem is natuurlijk dat... Het is net een boek wat je 100 keer gelezen hebt. En iedere straathoek en ieder gebouw in deze stad... dat zit voor mij een verhaal aan vast. En over het algemeen, omdat ik al die jaren bij de monumentenzorg heb gewerkt... een vervelend verhaal. Het was altijd ruzie, ze wouden altijd iets afbreken. Ik kan hier niet meer zijn zonder mij verschrikkelijk te ergeren. Dus ja, al met al, ik ben blij dat ik weg ben. Ja. Amsterdam is, hoe we het ook wenden of keren... is de belangrijkste en interessantste stad van Nederland. Wat in het bijzonder ergens tussen de late 16e eeuw en de vroege 19e eeuw... een volstrekt unieke positie in de wereld innam. En laat dan iedereen verplicht een kort maar intensief bezoek brengen... aan die burgerzaal van het voormalige stadhuis. De burgerzaal is schitterend. Ja, ben ik met je eens. Mits, blijf weg van de Dam. Zorg dat u daar nimmer gevonden wordt, dood nog levend. De volgende keer zijn de Van Rossums in Deventer, waar Sis diep moet gaan om een crypte te bezoeken. Zij is wel maximum 125 kilo, gaat dat? Jij kan er niet op, ik wel. Nou jongens, het was mij waar genoeg. Want wij komen niet naar beneden. Nee? Dan doe ik het wel alleen. Dat vind jij wel leuk, hè? Jij hoopt dat ik definitief verdwijn. Ja, precies, de bocht om. Oeh. En weg is het. Nou jongens, we kunnen weg. NTR. Speciaal voor iedereen.